Iedereen in de omgeving van Leiderdorp, vooral nu even opgelet, want er zijn namelijk ontwikkelingen rond de overval op de Chinese muur. Het Chinese restaurant en winkelcentrum Winkelhof werd zondagavond 12 maart overvallen. Dat was te zien en te horen. Ook een tweede man bedreigde het personeel. De eigenaar probeerde ze te sussen, ook omdat zijn zwangere vrouw in de zaak was. De twee mannen vluchten Leiderdorp in op een brommer. Ja, en eind mei vroegen wij hier uw hulp bij het oplossen van die zaak. Meneer Marcus, hier bij u uit de regio. Dat heeft wat opgeleverd. Ja, inderdaad. Nou, je zag bijvoorbeeld op de mouw van de eerste overvallers de letter staan Fox Air. Nou, veel mensen hebben ons hierover getipt en hebben aangegeven dat het wellicht een jack is van Fox Racing. Dat zou een motorkledingmerk zijn dat vooral in speciaalzaken wordt verkocht. Nou, we weten niet 100% zeker of dat klopt, maar er is in ieder geval flink meegedacht. En verder hebben we na de uitzending nog een getuige gesproken die heeft gezien dat twee mannen bij het restaurant op de brommer zijn weggereden over de Engelendaal. Nou, die vervolgens de weg zijn overgestoken en toen tussen de flats door de wijk Schansen en Dreven zijn ingereden. Nou, het zou natuurlijk wel eens zo kunnen zijn dat die overvallers dus uit die buurt afkomstig zijn. En dus hebben we vanavond twee nieuwe puzzelstukjes. Die jas om te beginnen en die twee jonge overvallers van de Chinese muur komen mogelijk uit de wijk Schansen en Dreven, daar in Leiderdorp. Of hebben een band op de een of andere manier met die wijk. Nou, vermoedt u daardoor wie dit zijn? Laat het alsjeblieft weten.